De 23-jarige fietser uit de gemeente Loppersum die zaterdagochtend betrokken was bij een ernstig verkeersongeval is overleden. Hij werd rond 3 uur op de Paterswoldseweg aangereden door een 29-jarige automobilist uit Groningen. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is later aan zijn verwondingen bezweken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.